Clementi, ja, jullie kennen het allemaal wel van die rare dingen die bij iedereen nu in zijn oren zitten. Van die rare buitenaardse dingen. Jullie hebben het allemaal gezien, jullie weten allemaal waar ik het over heb. Namelijk AirPods. Ja, jullie hebben het waarschijnlijk allemaal eens gezien, van gehoord. Misschien hebben jullie dus dat. En vandaag gaan we kijken naar leuke, miempjes, grappige dingen over AirPods. Maar wacht, voordat we beginnen, ik kan toch geen filmpje maken over AirPods als ik het zelf niet deed. Ik moet het natuurlijk ook zelf getest hebben, maar ik ga geen 180 euro uitgeven. Willen jullie nu ook van die super goedkope, maar die even goed werken AirPods? Kijk dan zeker naar deze video, want ik ga jullie nu een DIY AirPods tonen. Dus het eerste wat je nodig hebt, zijn zo'n stokjes en je hebt er twee nodig. Daar heb ik er twee. Wat je doet is, je plooit ze in twee. Dus zo, kijk, zo mooi tonen. Zo, mooi. Plooit ze. In twee, oh, ongelooflijk. Nu heb je één AirPod. En de tweede, plooi je in twee. En dan doe je ze in je oren. En dan kan je gewoon naar je muziek luisteren. Gratis AirPods. Oké, nu gaan we kijken naar leuke, grappige meme-pjes. Dit zijn geen AirPods. Als er een draad aan is, is het geen AirPods. Aan de AirPodsjes die ik net aan had, zat er geen draad in. Dus dat zijn geen AirPods. Begrijp het, oké? Echt, als je een telefoon hebt die minder kost dan AirPods, dan heb je denk ik een klein probleempje, want AirPods is very expensive. Het is heel duur, 180 euro denk ik. Maar een telefoon die minder dan 180 euro kan heel goed zijn hoor. Maar ja, in het Nokia gedeelte denk ik dan. Waarom hè? Waarom als je niet deze AirPods hebt ben je meteen niet rijk? Dit snap ik echt niet. Iedereen zegt van, als je AirPods hebt ben je rijk. Je hebt AirPods dus je bent rijk. Oh, AirPods! Die is rijk? Nee, echt niet. Denk gewoon dat je gelukkig bent. Is het nu belangrijk om rijk te zijn? Is het belangrijk om geld te hebben? Is het belangrijk om AirPods te zijn? Wees gelukkig met jouw oortjes met een draadje. Ook al zijn het Nokia oortjes. Bestaat dat wel? Zie je, ja. De mensen die hebben AirPods om te tonen dat ze rijk zijn. Ja, eigenlijk hebben ze gewoon niks meer op hun bankrekening. Daar hebben ze waarschijnlijk 10 jaar voor gespaard. Voor 180 euro. En dan direct uitgeven. Ja, ja. Dat is de echte realiteit achter de AirPods. Toprijkste mensen. Op nummer 1 staat AirPod users. Ja, zo ziet het er wel uit, hè. Bill Gates en de Amazon CEO staan er gewoon zelfs onder. Dit ziet er dus een heel, heel goed lijstje uit. Heel goed over nagedacht. Ik zie echt dat dit lijstje echt perfect is. Naar dit lijstje moet je kijken als je rijk wil zijn. Ik denk echt dat dat nodig is. Als je AirPods hebt, heb je waarschijnlijk echt... Elke dag moet je zo van die briefjes uithangen. Waar zijn mijn AirPods? Hoe kan je die dingen samenhouden? Hoe kan je die dingen niet verliezen? En dan zeg je, ja, maar ik heb een doosje. Dat doosje is even klein. Het is, je verliest het doosje. Hoor. Ja, eigenlijk, hè, als je zo iemand ziet met AirPods en dat je zo naar kijkt, zou je dat wel kunnen zien. Dat is ook gelijk ja, oké, dat heb ik nog nooit gezien. Maar ja, wie weet, hè. Oké, het spijt me zo erg. Nu zie je, de kwaliteit is echt gewoon... Poepie, doepie, floepie. Maar ik heb gewoon mijn accu is leeg van mijn camera. En ik heb echt geen tijd om hem op te laden. Dus het spijt me, maar het is slechte kwaliteit. Maar ja, kwaliteit maakt niks uit. Dus ik doe gewoon verder. Het spijt me heel erg. Het zal nooit meer gebeuren. AirPods straps. Zou dit echt bestaan? Als dit bestaat, is het gewoon... Ik ga je snel opzoeken. Oh my god. AirPods straps. AirPods is gemaakt wat er geen draadje is. Wat wireless zonder draad wil zeggen. En dan kan je een draad kopen. Dan heb je dit 180 euro plus 20 euro. Dan heb je 200 euro uitgegeven om gewoon normale... Oh my god. Wat is dit? Oh, je Beethoven was gewoon niet dood. Hij had gewoon de hele tijd AirPods in. Hij kon niet meer... Oh my god, waar gaat dit naartoe? En iedereen rond hem was... Enige memes die ik kan vinden gaat zo over een... Als je geen AirPods hebt, dan ben je arm. Als je AirPods hebt, dan ben je rijk.
we go.